I love het boek Zondagskind van Judith Visser. Het gaat over een meisje, Jasmijn, die opgroeit met autisme zonder dat ze dat in de gaten heeft. Dat maakt het leven voor haar heel moeilijk, omdat ze natuurlijk heel anders is, maar niet weet waarom. Ik vond het een superboek om te lezen, omdat mensen tegenwoordig heel veel grappen maken over mensen met autisme. Dat vind ik eigenlijk gewoon helemaal niet kunnen. En dit boek legt ook precies uit hoe mensen met autisme de wereld om zich heen ervaren. En waarom het eigenlijk zo rottig is dat mensen er grapjes over maken. Omdat leven met autisme, dat is best lastig. Al helemaal vergeleken met hoe de normale persoon, zeg maar, leeft. Heel mooi geschreven, een heel mooi verhaal. Ik vond het gewoon een heel emotioneel boek.